Khalid Karami, morgen het bekerduel tegen de Go Ahead Eagles. En voor jou is dat wel een heel speciaal duel, hè? Ja, dat klopt. Ik heb daar 2 jaar gevoetbald. Dus voor mij is het weer leuk om mijn oude vrienden terug te zien. Je had zelfs daar in de Eredivisie dit jaar kunnen spelen, maar je koos voor Excelsior. Waarom? Ja, zoals ik vaker heb aangegeven, ja, ik ben een gevoelsmens. En ja, ze hebben mij een 3-jarig contract aangeboden, maar ja, ik vond dat ik toen was aan een nieuwe uitdaging en Excelsior sprak mij wel aan. Heb je nog veel contact met mensen daar in Deventer? Ja, zeker. Zeker met de helft van het elftal. Ja, wat voor dolletjes zijn er gemaakt in de aanloop naar die duel? Ja, nog niet veel hoor. Iedereen is nu echt gefocust op de wedstrijd. Ik denk dat het daarna pas echt gaat komen. Hoe vind je dat zij het doen in de Eredivisie? Ja, ik vind dat ze goed begonnen zijn, maar ik zie wel dat ze de laatste wedstrijden wel veel weggeven. Dus volgens mij, als zij het goed doen, dan komt het goed uit. Ja, met name in de Adelaarshorst zijn ze sterk. Daar pakken ze ook de meeste punten. Uit doen ze het niet goed, hè? In de Arena, flink klop. Afgelopen week in Breda, 5-0. Kortom, zijn er mogelijkheden hier op Woudestein? Ja, nee, zeker. Ik vind dat wij gewoon ons eigen spel moeten spelen. En zolang wij doen waar we goed in zijn, is er altijd wel kans. Maakt niet uit wie tegenstander is. Ik vind dat wij een heel goed elftal hebben en dat het nu echt begint te lopen bij ons. Jouw tegenstander zou wel eens Houtkoop kunnen zijn. Hele snelle jongen is dat, hè? Ja, zeker. Ja, maar ja, ik heb zo vaak tegen hem gespeeld dat ik wel moet weten hoe of wat. Hoe vind je dat je het hier doet bij Excelsior? Je bent een beetje onopvallend. We horen niet al te vaak van je, maar je speelt elke week. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ik doe mijn ding. Ik speel mijn wedstrijden. Ik schakel mijn mannetje uit. En voor de rest is het echt, ja, ik probeer gewoon elke week 7 te spelen. Niet een week 4 en dan een 8. En dat is waar ik aan werk, om elke week gewoon stabiel te spelen en niet onder een man te vallen, maar ook niet elke keer op te vallen. Ik ben een rechtsback. En als ik dat opval, dan moet het wel de assistjes zijn. En ja, man uitschakelen, dat is normaal voor een verdediger. Dus dan val je niet snel op. En zoals ik net al zei, ja, ik probeer gewoon elke week een 7 te spelen. En dat is waar ik nu echt op let. En ik wil niet de ene week een 9 spelen en de andere week een 4. Ja, dan gaat het niet de goede kant op. Bij ploeg als Ajax, PSV en Feyenoord is de beker echt belangrijk. De kans dat zij die winnen is aanwezig. Nou, jullie zullen de beker denk ik niet winnen. Misschien word ik over een aantal maanden afgestraft. Maar waarschijnlijk willen jullie niet. Hoe belangrijk is het dan toch, zo'n bekerwedstrijd? Want de competitie is eigenlijk belangrijker voor jullie, of niet? Ja, maar ja, elke wedstrijd is belangrijk voor ons. Wij moeten elke wedstrijd zien als een leerproces. En elke wedstrijd ontwikkel je weer verder. Dus als jij een wedstrijd niet serieus benadert, ja, dan kan je liever niet het veld opgaan. En de beker nemen we heel serieus, want jij is toch wel de kortste weg naar Europa. Besloten training hebben wij niet kunnen zien, maar hebben jullie nog geoefend op strafschoppen? Nee, we hebben niet geoefend op strafschoppen. Dus jullie maken het binnen 90 minuten af? Ja, komt wel goed.